Dit is de hands-on HD video van de Xtrend ET9500, een Linux en Enigma 2 gebaseerde twin tuner met verwisselbare tuners. In de verpakking treffen we allereerst natuurlijk de receiver zelf aan. Links op het frontpaneel een VF-display dat naast de alfanumerieke weergave ook over diverse icoontjes voor andere informatie beschikt. In het midden de standby-knop. Rechts daarvan een klepje. Achter het klepje allereerst een rij knopjes waarmee je de receiver ook grotendeels zonder afstandsbediening kunt bedienen. Daaronder twee kaartlezers voor bijvoorbeeld je kanaal Digitaal Smartcard. Rechts daarvan twee schachten voor CI-modules. Tot slot een USB-aansluiting voor bijvoorbeeld het upgraden van firmware of het bekijken van foto's. Op de achterzijde van links naar rechts twee verwisselbare tuners. De HDMI-aansluiting en eSATA voor het aansluiten van een externe harde schijf. De 100 megabit netwerkaansluiting en 2x USB 2.0. Optische audio-uitgang, composiet video, analoge audio-uitgang, component video, 2x schacht, de aan- en uitschakelaar en tot slot de netspanningskabel. Jammer dat hier niet gekozen is voor een losse kabel. Over de afstandsbediening lezen wij veel kritiek, maar een groot deel van deze kritiek vinden wij niet terecht. Er zijn wel een paar nadelen, waaronder de zeer onlogische positie van de menuknop. Die vind je uiterst linksboven en dat maakt bediening van de diverse functies wel wat lastig, omdat je er dan in principe twee handen voor nodig hebt. De menuknop had men beter rondom de cursortoetsen geplaatst. Een ander nadeel is de wat ongelukkige keuze voor het type batterijen. Bijgeleverd zijn twee knoopcelbatterijen, weliswaar klein, maar ook erg duur. Voor twee knoopcellen betaal je in de bouwmarkt al snel 9 tot 10 euro. Men had de afstandsbediening beter onderaan iets dikker gemaakt en er twee normale mini-penlights in geplaatst. In de doos vind je verder nog een tuner doorluskabeltje, een extra bijgeleverde DVB-C-tuner, een 1,80 meter lange HDMI-kabel, een zakje met schroefjes voor de harde schijf en de Engels-Duitsstalige gebruiksaanwijzing. Een Nederlandstalig exemplaar is helaas niet beschikbaar. Van binnen is alles erg compact, dat maakt het inbouwen van een harde schijf wel wat lastiger. Omdat alles zo compact is, was er waarschijnlijk ook niet voldoende ruimte voor een fatsoenlijke ventilator. Men heeft een kleine, dunne en bovenal goedkope ventilator ingebouwd. Dat merk je als je hem aanschakelt, want bepaald stil is hij niet. Zonder ventilator wordt de 9500 wel wat warm, maar in tegenstelling tot de 9000 zijn de diverse gebruikte componenten daar nu wel tegen bestand. Naar onze mening had men beter een iets grotere behuizing gebruikt en er een fatsoenlijke ventilator ingebouwd. Dat geeft bovendien wat meer ruimte voor de harde schijf. Niet meer uniek, maar wel bijzonder is de vrij goede implementatie van de Opera internetbrowser en HBBTV SDK. Hierdoor kan je middels de bijgeleverde browser gebruik maken van interactief HBBTV content. Je ziet hier een korte impressie van de mogelijkheden. Voor een indruk van de rest van de software verwijzen wij naar eerdere hands-on video's van soortgelijke Enigma 2 receivers, die softwarematig alle vrijwel identiek zijn. Op een paar kleine ontwerpfoutjes en een enkele softwarebug na, vinden wij de ET9500 momenteel de beste koop onder de Enigma 2 twin tuners. Hij is snel, stabiel en gezien de relatief lage prijs vooral erg veel waar voor je geld. Lees ook de complete review op stadvoorop.com.